bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Hey. Goedemorgen allemaal. Ben ik in beeld? Even zo, een beetje zo. Ja, ik ben een beetje in beeld. Ja, een beetje zo. Ja, hartstikke goed. Hey, luister, je hebt vakantie? Ja. Hoe heet deze vakantie eigenlijk? Wat voor vakantie is dat? Herfst. Is het de voorjaarsvakantie? Nee, herfst kan niet. Koei daar weer bij. Het is een voorjaarsvakantie zal het wel zijn. Ik denk krokusvakanties of de narcissus. Nee, krokusvakantie hebben we niet. Nee, hebben we niet. Krokusjes bloeien wel buiten. Nou goed, dat... Hey, luister, stopper. Jij wou wat opplakken op je arm. Zo. Dat hebben we ooit eens eerder denk ik bij gekregen of iets? Nee, heb ik van Henk. Heb je van Henk? Oh, kijk aan. Nou, van Henk. Een broer van mijn opa. Ja. En dit is een klein leeuwtje. En daarvoor doe je dat gewoon zo ergens op je arm. Ja. En dan heb je een washand nodig. Ja. Die heb je al nat gemaakt. Ja, die moet nat zijn. Ja. En dan doe je dat voor 30 seconden erop houden. Ja, klopt. Wil je hem eraf halen, moet je dat met nagellak remover doen. Of een beetje babyolie of andere... Ja, als je dat niet hebt. Ja. Dus het lijkt heel apart. Het lijkt normaal als je dat niet hebt. Oké, nou. Laten we eens even proberen. We moeten de hoest eraf halen. Ja, want er zit nog een klein hoesje op. Ja, ja, ja. Er zit nog een hoesje, er zegt hoesje die maar. Oké, nou ja, trekken we eraf dan nu. Voorzichtig af. Ja. Heel goed. Er zit allemaal glitter op. Oké. Heb je nog andere plannen voor deze vakantie eigenlijk? Nee. Oké, even kijken hoe ik hem... Wil je hem zo? Met de leeuw zo erboven? Ja. Ja. En dus hier op deze moedervlek. Oh, die op die moedervlek ook? Dus een beetje zo moet hij dan? Ja. Oké, okay. Nou, dan doen we zo. Washand eroverheen. En dan doen we die voor 30 seconden. Ja, ja, ja. Zo koud. Zo. Nou ja, dus laten we gewoon even een tijdje zitten zo. Hé, hey, maar wat we gaan wel... Het aankomend weekend gaan wij naar... Carnaval. Carnaval, juist. Nee, maar dat is pas over een week. Dat is over 5 dagen. Ja. Juist. Maar goed, onderhand als het filmpje online staat, dan is het al je 5 dagen verder. Ja. Dus waar gaan we heen? Naar... Berg op Zoom. Berg op Zoom. Dus voor die kindjes in Berg op Zoom zijn wij het weekend in Berg op Zoom. En dan zie je... Voor de kindjes die op Berg op Zoom zijn, zijn we natuurlijk op Berg op Zoom. Dus dan kan je haar tegenkomen in de op de straat, zoals altijd. Ja. Want wat heb je aan, Altijn? Jasjes. Ja, jasje, bontjas, kraagje, theedoek. Ik ga hem niet zo super warm theedoek. Ja, je hebt toch een theedoek om je nek? Of wat is het? Een dat is een boerenkiel. Ja. Ja. Dat is het logo voor carnaval. Het logo voor carnaval of, heb je. En een krap. En wat hebben ze allemaal nog meer in Bergen? Ja, even kijken. Even kijken of die... Niet erop aan, joh. Ja, gaat goed. Het papier is al lekker nat. Dat moet dan. Dan geef ik het af. Ja, dan geeft hij het af. Ja, waarom is je een beetje lang aan? Ja, ja, ja. Maar goed, je bent dus helemaal klaar ervoor. Ja. Heb je al liedjes geoefend? Nee? Heb je nog niet geoefend? Nee. Oké. Okay. Ga je nog oefenen? Nee. Oké, nou. God, dat is echt een carnavalskraker met de roken. God, dat is wel. Nou, ik denk dat we wel aardig... Op de 30 seconden denk ik al wel. Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk wel langer ondertussen. Kijk, het is helemaal nat geworden al. Oké, laten we nog heel even door. Ja, wil jij? Je bent, ja, je durft het, je wilt het zeker voor het zeker. Ja, dat dacht ik al. Oké. Okay. Heb je vandaag nog plannen? Het is mooi weer. Het is, ik ga zo meteen na het middageten ga ik Bo ophalen. Ja, Bo. Klasgenootje? Ja, want daar speel ik altijd mee. Oké. Okay. Dan ga ik eventjes... Nou, we gaan het gewoon proberen. Hij is... Okay. Ik ben heel benieuwd. Oké. Okay. Ja, rust. Moet je rust een 3, puntje beginnen. Nee, wacht even. 1 puntje beginnen. Ja, hier zit ook een puntje. Ja, kijk hier. Kunnen ze het zien thuis? Nee, jullie zien het nog niet. Even zo. En nu laten het drogen even. Zo. Kijk, jongens. Wow. Je ziet het tijgertje eruit. En nou moet je even je arm laten drogen. Even laten drogen. Dat moet. Oh, kijk toch naar mijn moeder blijft. Ja, die zit eronder. Die komt er doorheen, hè? Ja. Nou, het ziet er echt heel apart uit. Laten drogen zo. Dan krijg je allemaal. Nou, hebben ze het al gezien? Moet eens kijken, jongens. Het is wel geinig, hoor. Ja. Tjongjong. My first tattoo. Zo. Die moedervlek die gaat nu langzaam wel. Ja, het is nou een leeuw met een moedervlek, zie je het? Ja, het ziet een beetje zo. Dan kreeg hij een droge zo. Nou, hij wordt aardig droog. Geef hem nog eventjes een minuutje.
Je voelt wel die trek, hoor. Ja. Kunnen ze het zien? Dat is echt nou, mooi. Is het goed. Nou, top. Hey, kan je, we gaan even een hapje eten. We zien jullie zo meteen weer terug, want dan gaat ze op pad. En nou, dan zien we zo wat de dag vandaag op Brugge doen. Ja. Nou, hey, smakelijk. Ja, ik lekker pannenkoekje. Pannenkoekje. Lekker. Heb ik al gezien. Hoe kan je in draak 3? Echt heel leuk. Zullen we een beetje zo doen? Drink jij thee? Ja. Eet smakelijk. Dank je. Het is lekker hoor. Ja, naar Spider-Man of zie je het? Nee, ik weet het niet. Ik denk het. Ik denk Spider-Man. Ja, Spider-Man. Ja, maar dit zijn alle soorten Spider-Mans. Oh, meer de Spider-Mans. Ja, heel veel. Geen woord, weet ik. Je zit niks te happen. Nou goed. Ik laat je even rustig eten. Hoeveel heb je nog? Twee. Oké. Nou ja. Was lekker. Met stroop. En poedersuiker. Poedersuiker, stroop. Oh, zo kun je alles lekker maken. Lekker hoor, meid. Nou. Tjeetje, wat een lekker weertje. Zo, nou, er wordt er eentje even in die veert afgemaakt. Oh, een paar waterkippen. Oh, er gaat nog eentje. Oh, nou, het is wel even ruzie in de tent. Alles in de tent, 50%. Maar goed, je zit lekker buiten. Ja. Ja, het is lekker weer. Nou, wat ben je aan het doen, als ik vragen mag? Rotzooi maken. Zand. Maar dat is aarde uit mijn plantenbak. Daar moeten zo meteen zaadjes in. Ja. Jongen. Lekker. En die stokjes die zijn van de vogelkooi? Ja. Ja, nou die moeten bij de vogelkooi later dan. Ja. Mama voelt dat niet erg. Ja, tuurlijk. Kijk, ja, dat je niet in het water valt. Ja, het zou goed zijn. Hé, hey, daar is het riet aan de overkant, wat we vorige keer hebben platgestapt. Ik zie nog steeds het gat. Ja. Dus dat is wel eventjes... Kijk hoe ver het water is. Nou, hoezo? Je zit toch in het water al? Maar ik kan er toch niet doorheen kijken? Ik kan toch niet zien hoe diep het water is? Ja, dan moet je kijken, moet je omhoog doen. Wat? Ja, gewoon omhoog trekken. Zo? Ja. Zo. Oké. Okay. Wow. Hoe lang is deze stopvel? Zo diep is het. Oké, dat best lang voor een modderig iets. Ja? Loopt helemaal tot zo. Hoor. Ja, dat is het waterniveau. Oh, jongens. Dus het is 1,5 meter diep. Dat is eng. Ik durf hem hier bijna niet te laten zakken. Ja, je moet laten zakken. Een blubber. Goed op hard. Dat is een steen. Ligt misschien een steen dan. Dat is nog niet zo diep, hè? Ja, maar dat is één steen dan. Oké, okay, dan gaan we. Kijk, zie je, ga je zo naar beneden en dan kun je zo steeds dieper slaan. Vast. Oké, daarna ga je naar beneden. Ja. Papa, kom er maar uit. Kom, dan gaan we even terug.